Een hele goede middag van mij en mijn hoofd. Ik heb helemaal niet gevlogd, denk ik. Maar ik was gewoon helemaal vergeten om te vloggen. En ik dacht, hey, hallo. Ik vlog nu tegenwoordig. Ik moet wel consistent blijven. Maar het is gewoon iets wat er soms nog steeds niet echt automatisch in zit of zo. En Roman ligt lekker te slapen. Ik heb vannacht volgens mij geen ogen dicht gedaan. Alhoewel wel eventjes, want ik heb wel even gedroomd. En dit droom ik dus vaker. Ik word er niet veel wijzer van. We krijgen straks kraambezoek. En we krijgen nog steeds kraambezoek omdat wij de eerste maand bijna geen kraambezoek hebben ontvangen, bewust. Dus dat is heel leuk. Ik ben een beetje aan het schoonmaken, een beetje wat lekkers maken. Voor de rest is het een beetje een saaie dag. Rond een uur of 7 komt Toeraadje, dan gaan we weer kickboxen. Daar heb ik zoveel zin in, echt, ik kan niet wachten. Kijk eens wie er wakker is. Hi. Oh boy. Big boy. Moeilijker dan ik dacht wel. Omdat je denkt, oh, ik ga gewoon slaan, maar je hebt zoveel techniek erachter. Ja, dat wel. Wat is dat? Sorry, schat. Oh, je schoot net dat er niet in de spiegel. Oh mijn god, ik ging even kickboxen oefenen. Sorry, schat. Sorry, liever. Oh, ik kan het wel goed dansen. Oh. Ik oefen dus altijd. Ik snap niet waarom dit moet, maar even voor de moed. Ik denk dus dat ik vet stoer ben, hè. Even serieus. Maar dan kijk ik video's van mij en dan zie ik mezelf echt zo. Terwijl voor mij voelt het zo. John Wick. Wat? John Wick. Ja, precies. Zo voelt dat voor mij. Nou, dan kijk ik foto's en dan denk ik. Letterlijk zo. Gaat zo slom, terwijl ik denk dat ik het vet goed doe. Nou, niet dus. Dus ik ben even s'avonds, voordat ik ga douchen, even aan het oefenen. En toen dacht ik, oefen even zo die stappen. Ja, omdat je zeg maar je linkerbeen, voor mij dus mijn linkerbeen altijd naar voren moet blijven. Maar ja, dat is dus best wel, je denkt dat dat makkelijk is, maar dat is best wel tricky. Snap je? Zonder dat je vet debielig overkomt. Dus je staat er zo, je denkt, oké, ga die kant op. En hij doet dat zo. Hij kijkt ook zo. Ik zeg, ja, is het goed? Ja, ik wil. Maar even serieus. Oké, je lopend. Oké, kan je nog wel doen. Een beetje snel. Right? Maar je mag niet kruisen. Dat is nog erg. Je mag niet kruisen. Je kan niet eens dit doen. Dus het is dan. Nou, ik weet niet of ik voel wel mijn vet trillen. Die kant op is zo. Wat is dat? Ik heb zo'n kickboxer gezien. Ik krijg kramp in mijn kuit. Ik wil het echt niet meer. Dat moet je echt even doen. Even serieus. Nou, anyways, ik heb dus wel wat geleerd. Mijn uppercuts zijn wel heel goed. Dus. Nou, doe. Uitstappen. Dat was hem. En bewegen. En afstanden bepalen. Ga weg, hè? Ga wegwezen. Mocht niet in de bus komen van mijn moeder. Hop. Wat voor liedje ga je komen? Weet ik eigenlijk niet. Fuck a turn. In the world's greatest army. Je moet geluid vinden. Ik zie dat het geluid harder is dan het klappen. Nou, moet jij zeggen, je lag net op de grond. Ik had het niet verwacht, je slagwerken. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en volgens mij is het echt een uur of 12. Ik heb zo niet geslapen weer en ik probeerde nog zeg maar een soort van uurtje mee te pakken, maar dat wilde niet echt lukken, want de bel ging, postbezorger was er, hij wilde op een gegeven moment niet meer slapen en dus ik ben eigenlijk zo moe. Maar ik heb wel vanmiddag lekker gezichtsbehandeling bij Cosmonde en bij Jasmijn. En daar heb ik zoveel zin in, want ik weet nu al dat ik in slaap ga vallen. Jij wordt echt al een jongetje. Jij krijgt echt al een gezichtje. Je hebt bijna geen baby meer, lijkt het wel. Die vind ik zo lekker. Oh, kusjes hier en kusjes hier. Hier en hier. Lekker.
dat ik zelf niet in slaap ben gevallen. Maar in de korte. Nou, ik ben onderweg naar Jassie. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ga even snel dit was om te doen. Deze is trouwens echt niet normaal fijn van Keys, van Alicia Keys. Super fijn, Little Awesome. En van haar lijn vind ik die enzym scrub poeder ook heel fijn. Een beetje zo'n Tatja-achtige exfoliator is dat. Ik weet niet of jullie mij gaan begrijpen als ik dit uitleg, maar ik heb het idee. Had ik net toevallig toen ik naar buiten ging, dacht ik echt. Ja, ik weet niet, maar het staat er niet echt bij stil, maar we leven echt best wel in een vage tijd. En niet omdat er een griepepidemie is, want dat is niet de eerste keer. Maar gewoon, ik denk misschien toch wel met alle maatregelen en zo. En nou lijken die maatregelen, los van ondernemers en zo, lijken die maatregelen toch nog een soort van, nou weet je, je moet niet moeilijk doen op prijzen dat je een dak boven je hoofd hebt en bladibladibla. Nou, dat weten we allemaal. Maar toch denk ik eigenlijk dat het nooit meer normaal gaat zijn. Dat de wereld nooit meer wordt zoals het was. Maar dat het nieuwe normaal zo omarmd werd, dat ik denk dat we nooit meer teruggaan naar wat normaal was. Do you know what I mean? Ja, ik denk dat het gewoon allemaal niet meer vanzelfsprekend wordt. Ik denk dat mensen afstandelijker zijn geworden, omdat we inmiddels gewend zijn aan het niet knuffelen en kussen. Dat sociale contacten daardoor minder zijn. Ik denk dat de wereld nooit meer wordt zoals we die hebben gekend. Het klinkt heel dramatisch, zo dramatisch bedoel ik het niet, want we wennen er vast wel weer aan. Maar toch, als je er even bij stilstaat, denk je wel even van. Oh, ik had echt zin in een even lekkere cappuccino, maar ik denk dat die aanscheren allemaal bij Mackie staan. Ja, ik denk het wel. Nou, ik ben al te laat. Dat dus. En ik moet ook zeggen dat ik hele lieve DM's krijg van meestal ook moeders die dus zeg maar mijn vlog bekijken en die echt heel veel complimenten uitdelen. En wat echt super leuk is, want ja, eerlijk is eerlijk. Ik weet niet, ik vind ons leven gewoon zo, ja, niet spannend en normaal en gewoon zoals die van iedereen eigenlijk. Maar ja, misschien dat het daardoor, ik weet het niet, herkenbaar is. Maar ik vind het wel echt heel, heel, heel lief. Echt heel lief. Trouwens, als je jezelf cadeau wil doen, echt, ga alsjeblieft een lekkere gezichtsbehandeling doen. Fuck even wat je wil gaan bestellen, H&M, Zara of weet ik veel wat. Doe gewoon lekker gezichtsbehandeling of een massage, nog beter misschien wel. Of allebei. Oh, dat moet je echt doen. Dat is een cadeautje voor je ziel. Oké. Zo niet normaal lekker dit altijd. Ik was echt lekker aan het slapen tijdens de behandeling. Het was zo lekker. Echt niet normaal. Ik voel me echt een new woman als ik dat doe. Maar goed, ik was een beetje eigenwijs. Dus ik wilde geharst worden. Omdat ik het altijd zo schoon eruit vind zien. Maar ik ben op de zonnebank geweest. En toen zei ze van, nee, je kan een plekje krijgen. Ik zei, maar jij doet maar. Toch heb ik een plekje. Ik had helemaal niet meer gevlogd, want mijn batterij was leeg. Maar ik heb echt niet normaal lekkere behandeling gehad. Echt niet normaal. Huid voelt altijd zo plam aan. En ik krijg heel vaak de vraag welke behandeling ik doe. Maar we hebben een beetje een soort van aangepaste behandeling omdat ik nog borstvoeding geef. Maar de Revita laser kan je ook doen als je borstvoeding geeft en als je zwanger bent. En dat stimuleert collageen aanmaken, blablabla. En ik ben nu even cadeautjes aan het inpakken, want morgen gaan we verjaardag vieren van Manon, a.k.a. mijn manager. En dus even wat cadeautjes inpakken en ja, that's it eigenlijk. Ik wilde wel wat vertellen, maar ik ben het even kwijt. Oh ja, ik heb vandaag ook te horen gekregen dat ik een 7 weken beugel moet in plaats van 14. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik ben wel even benieuwd wie ervaring heeft met Invisalign. Want ik hoor wel dat het geen pretje is en dat het wel pijn kan doen. Want binnen 7 weken
ja, dan ben je eigenlijk een soort van klaar. Dan kun je nagaan wat er dan allemaal moet gebeuren. Dus het wordt wel, denk ik, allemaal getrokken. En ik ben wel een beetje bang voor hoofdpijn. Gezien ik toch al niet echt slaap. Maar ja, ik ben wel benieuwd wie daar ervaring mee heeft. En ik vind het echt niet normaal hoe erg mijn inhammen zijn geworden na de zwangerschap. Ik vind zwanger worden, zwanger zijn, zeg maar, vind ik helemaal prima. Zelfs de bevalling zou ik nog denken van, doe ik nog een keer. Maar dat ontzwangeren, dat vind ik echt... Dat vind ik echt tot nu toe het meest vreselijk eigenlijk. Nou ja, ik ga even wat dingetjes inpakken. En ik heb hele leuke dingen gekregen die ik even ga laten zien. Nou, hier dus een heel leuk pakketje van Sissy. Oh ja, even Pure Light erin gedaan. Of hele leuke dingen gekregen van dit merk. Echt een leuk sieradenmerk. Echt betaalbaar, waterproof. Volgens mij gold-plated, weet je wel, allemaal. Echt heel chill. Maar ik hou dus echt van Sisley. Ik heb echt een speciaal Sisley-liefde of zo. Deze crème reparatrice is, nou even focussen, next level fijn als je een droge huid hebt. Oh, dit is zo, dit is lekker boter voor je gezicht. Dit is echt niet normaal lekker. En deze is ook heel fijn. Deze vindt Achmed ook heel erg fijn. All day, all year. Echt niet normaal ook. En deze denk ik dat ik eerder heb gehad. Maar dat weet ik niet meer zeker. Een soort van skin, ja, dagcreme met een self-tan erin. En deze had ik stiekem al gecheckt allebei. Niet normaal mooi. Ik ga het even laten zien. Gelijk kleurchecken, nummer 11. Echt een mooie nude kleur. Hij lijkt een beetje terracotta, maar hij is echt veel meer nude in het echt. Oh. En deze, dit is nummer 10. Deze vind ik nog net even een tikkeltje mooier. Dit is Beige Jaipur. Volgens mij, eerlijk gezegd, had ik deze. Maar ja, geen idee waar die is. Ik ben zoveel. Ik raak altijd heel veel make-up producten kwijt op een of andere manier. Maar dit is toch echt een mooie kleur. Zien jullie het wel? Dit. Very, very, very nice. Ik moet wel zeggen dat Sisley... dat Sisley foundations een beetje een roze ondertoon hebben. Dus ik hoop dat deze mooie gele ondertoon hebben. En ja. Dit pakketje. Charlotte Tilbury. Echt, I love Charlotte Tilbury. Alles wat ik tot nu toe heb gebruikt van dit merk is gewoon goed. Dit zijn dus die cheek plus lip tinten. En dit zijn hele mooie paletten. Dit, ik weet niet of dit te licht zal zijn voor mij. Maar ik vind dit een prachtig oogkleur, dit. Soms denk je gewoon dat het bruin is. Maar je moet echt mooi bruin hebben. Dat het gewoon neutraal is. Niet te koel, niet te warm. Nou, anyways. Wel heel handig voor travel. Als we mogen travelen. En deze. Ook very nice. En dit zijn de lipsticks. Mooi. En deze twee. Deze zou ik nog wel dragen. Die vind ik iets te... I don't know. Nou, wel erg mooi hoor. Weer helemaal happy mee. Een hele goede middag. Ik wou morgen zeggen. Oh, het is net middag, 12:30. Het is vandaag dinsdag. Woensdag, wauw. Woensdag? Geen goed. Ja, maar echt. Vandaag is het woensdag. Nou, ik hoef niet eens uit te leggen dat ik amper geslapen heb, want dat merk je al. Het is de derde dag dat ik zo weinig geslapen heb, maar wel iets meer dan gisteren en eergisteren. Ik heb me echt super snel, nou niet super snel, ik heb me snel opgemaakt en we zijn omgekleed. En de kleine, echt zo zielig, heb ik uit zijn slaap moeten halen, omdat we onderweg zijn richting Rotterdam. Voor de verjaardag van mijn non. Voor de rest hebben wij, wat hebben we gedaan? Ik ben nog even bij Lidl geweest om pekanbroodjes te halen, zijn lievelings. Dus we hebben echt... Heb je al het pekanbroodjes daar gekocht of niet? 20 pekanbroodjes voor jou, Nonnie. En ja, deze kleine is ook mee. Ik heb hem nog niet eens omgekleed, omdat ik hoopte dat ik hem niet wakker zou maken dat hij verder zou slapen. Maar deze is volgens mij een beetje boos op mij. Oh ja, ik heb dat Barnsteen armbandje gekocht. En dit kan trouwens niet uit elkaar. Voor het geval dat je denkt dat het gevaarlijk is. Maar ik denk dat ik hem om zijn enkel ga doen. Omdat deze te groot is. Maar dit schijnt goed te helpen tegen tandjes. Als die last heeft van zijn tandjes. Maar het lijkt wel kwijt. Hé,
kwijlie. Foundation van Sisley. Ik heb best wel veel dingen van Sisley gebruikt vandaag. Gewoon even om te proberen, maar echt niet normaal. Die foundation voelt gewoon alsof je zeg maar alsof je een droge huid hebt en vervolgens weer een hele goede dikke crème op. En dat is hoe die foundation voelt. Letterlijk alsof mijn huid gevoed is in plaats van dat ik denk dat ik make-up op heb. Het voelt alsof ik gewoon echt, nou ik heb gisteren toevallig een hele goede behandeling gehad, maar het voelt alsof ik net een behandeling heb gehad. Echt niet normaal. Volgens mij is het niet goedkoop deze foundation, maar wel echt heel mooi. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Het is echt iets van 12 uur of zo. Het is echt super lekker weer. En ja, ik heb gisteren niet echt gevlogd, want ja, het is best wel raar om iemand anders te gaan vloggen zo random. En er waren ook kinderen bij en zo, dus dat was ja, een beetje not done, denk ik. Maar het was wel heel gezellig, want Stanley was er ook en Monica was er ook. En ja, het was leuk om hem weer even te zien en de kids. Kijk, jongen. Is ook lekker wakker. Nou, wij gaan vandaag een suikerfeest vieren. Wederom kan ik weer niet filmen, in verband met privacy van ja, mijn zus en haar kids. Maar het wordt wel heel leuk. We gaan het vieren in de tuin van mijn ouders. En nou, normaal gesproken vieren we het eigenlijk vroeger heel veel. Maar daarna is zeg maar, ja, de families wonen niet meer in één stad en ja, het is een beetje verwaterd eigenlijk. Nu mijn zus dus komt, is het wel weer heel leuk om het te vieren. Dus vandaar dat ik deze jongen ook even een leuk bloesje heb aangedaan. Zo fout, maar zo schattig. En de buren, de kinderen van de buren, die gingen lekker even aankloppen. Dus en we dachten, shit, we hebben helemaal geen snoep in huis. Dus vandaar dat Ahmed even vet veel snoep heeft gekocht. Ik hoop maar beter wel dat ze s'avonds hun tanden gaan poetsen, anders is het allemaal enkeltje naar de tandarts. Echt heel lief en heel leuk. Ik wil het allemaal zelf opeten eigenlijk. Lekker, Smarties. Oké, okay, Twix, Lion, Mars, Smarties of Snickers, wat kies je? Of KitKat? Ik weet het niet, het ligt aan mijn mood. Oh, Milky Way? Nooit begrepen. Nee. Ja, vind ik ook lekker. Ik ga voor Twix. Twix is wel lekker. Ja, Twix is lekker. Ik zie er echt uit als een dooi. Ik ben even cadeautjes aan het inpakken. En ik moest wel lachen, want mijn zus is zeg maar helemaal niet van social media of van überhaupt zeg maar make-up en dat soort dingen. Skincare wel, dus dat geef ik haar wel. Maar dan wel echt organic, weet je wel. En we zitten zeg maar in een groepsapp met mijn andere zusje. En zij zegt, ja, ik wil graag met een winactie meedoen. Maar ik weet niet zo goed hoe dat moet. En wat moet ik dan doen? Moet ik hier mensen taggen? En hoe doe ik dat dan? En dus wij kijken, we gingen echt stuk. Want ze had zoveel mensen getagd. Ze wilde blijkbaar zo graag datgene winnen. En dit is een muziekdoos van Sultan Ahmed Moskee. En die wilde ze heel graag hebben, want ze had zoveel mensen getagd. Dat ik gelijk volgens mij dezelfde dag of de dag erna heb ik deze besteld. Dus ik ben wel benieuwd naar haar reactie straks. Toch, als we deze geven. Mm-hmm. Ik heb alle cadeaus ingepakt. Ik denk, doe even een heel klein beetje natural glam. Want ik heb eigenlijk even helemaal geen zin in zoveel glam vandaag. Becca concealer, echt niet normaal dat Becca ermee stopt, hè? Want ze hebben zulke goede dingen. Echt heel veel van mijn favoriete producten zijn gewoon van Becca. Dus ik begrijp gewoon niet dat nou, ik begrijp het wel, maar ik bedoel ook weer niet dat ze ermee gaan stoppen. Maar goed, ze zijn genoodzaakt om ermee te stoppen vanwege corona. Een beetje zo op mijn ogen, zoveel aders, zichtbare aders op mijn ogen, echt niet normaal. Zo. Ik kan bijna gewoon niet bedekken hoe moe ik ben. Ik heb vandaag wel iets beter geslapen dan alle andere dagen. Ik denk misschien een 2 uurtjes extra. Maar ja, nog steeds niet echt waarvan je denkt, je bent uitgerust. Maar weet je, ik heb gewoon geaccepteerd. Want blijkbaar is het totaal niet de kast die ik hiervoor gebruik. Maar ik gebruik letterlijk even inkwast voor alles. Zou ik nou zeggen, ja, het hoort gewoon blijkbaar bij zijn 4 maanden... slaapregressie, sprongetje, whatever. Dus ik heb het gewoon geaccepteerd en ik ga gewoon mee met de flow. Zo, nou even een heel klein beetje zelf gefatsoeneerd. Dit is trouwens best wel mooi. Dit is van Charlotte Tilbury Tinted Love in Blushed Rose. En die heb ik op mijn lippen gedaan. En ik vind lip tints heel fijn, want ze geven niet af. En zeker met een baby of met een kind vind ik lipstick toch een beetje.
Ik weet niet, ik draag het daardoor minder, maar ik wil wel toch iets op mijn lippen. Dus dan vind ik zo'n liptint wel heel fijn. Ik ga zo even omkleden. Hij wordt langzaam wakker, hoor ik. En hij is zo lief, echt. Ik weet dat iedere moeder dit zegt over haar eigen kind. Maar och, ik heb toch zo'n lieve jochie. Hij is zo... Gisteren waren we per ongeluk veel te ver gereden. Echt een uur extra. Omdat Achmed het adres verkeerd had. Achmed had het adres verkeerd getypt. En nou, uiteindelijk, ja, hij natuurlijk wel een beetje huilen. Want hij zat best wel lang in die autostoel. En honger dat hij had en weet ik veel wat allemaal. Dus echt een beetje stress en paniek. En uiteindelijk is hij daar dan toch ergens anders, terwijl hij eigenlijk helemaal kapot is. En hij kon toch wel eventjes slapen. Maar ja, wel natuurlijk aan de omgeving, dan weer helemaal terug. Zaten we vast in de file. En toen, dan voel je als moeder zo schuldig. Dan denk je, wat doe ik deze jongen allemaal aan? En dan leg je hem op bed en dan voel je je echt best wel schuldig. En dan zou je verwachten dat hij helemaal de hele boel bij elkaar zou krijgen. Maar dat doet hij dan niet. Dus hij is toch wel... Ja, echt een tevreden, lief jochie. En dan geeft hij, lacht hij ook nog eens naar me. En dan smelt ik gewoon helemaal. Echt een boefje. Zo, ik ga hem even omkleden. Cadeautjes heb ik ingepakt. En de kleine wordt wakker, dus die ga ik ook even omkleden. En dan gaan we richting mijn ouders. Ja, en dan waarschijnlijk ga ik dan niet vloggen. Dat is wel jammer, maar ja. It is what it is, you know. Unpopular opinion. Ik vind grote boobs dus bij mij, doordat ik borstvoeding geef, dus zo lelijk staan. Ik vind echt alle tops die ik aandoe, het, is gewoon, het voegt gewoon onnodig 3 kilo toe aan mijn lichaam. En ik moet zeggen dat ik het sowieso nooit echt mooi heb gevonden. Bij mezelf dan, hè. En het gewoon niet bij me passen of zo. En ik had het ook niet, dus ik vond het helemaal prima. Maar nu ik het dus heb, zeker als ze gevuld zijn met melk... Denk ik, echt gadver, dit is in ieder geval goed dat ik weet dat ik dit nooit wil. Liften is wat anders, maar echt grote boobs vind ik echt bij mij staan. Maar goed. Ik wil even mijn jochie vandaag laten zien. Wat ben jij knappie? Heb jij al een blouseje aan? Hé, hey, liefje. Lekker op een groot mannetje zo, hè? Ja, ben je zo mooi vandaag? Ik ben altijd mooi, altijd knappie. Ik had vet honger. Dus Achmed is net Mickey gaan. En zoals altijd, quarter pounder, frietjes. En Achmed heeft ook een quarter pounder. Echt very lekker. Ik ben of elke week Mac, of een jaar lang helemaal geen Mac. Mac is echt verslaafd, hè? Mm-hmm. We gaan slapen. Elke keer zeggen we dat we eerder gaan slapen en elke keer doen we het niet. Waar ligt dat aan? Instagram. Instagram? Ah, geen discipline. Geen motivatie, geen discipline. Nou, wij gaan in ieder geval slapen. Het was heel gezellig vandaag. Het is echt super lekker weer vandaag. Morgen komt mijn neefje even langs. In de avond heb ik kickbox. Is hij jong hoor, Emma? Ja. Ja, ik zeg altijd neefje, maar hij is 2 maanden ouder. 3 maanden. Maar oud, maar mijn neef komt langs en zo, mijn nifo. Snap je wat ik doe? Hey, ik roep mijn neef. Ik moet slapen. Nifo. Luister dan. Ik heb heel veel... Wat? Ik weet wat te vertellen. Ik moet mijn vlog afsluiten. Afsluiten. Ik heb heel veel spijt van me. Best fijn trouwens. Dat is toch een keer. Ik ben geslapen. Ik deed je ogen dicht, ik deed mijn eigen ogen dicht. Ik wil ook slapen. Luister dan, ik heb echt best wel heel veel spijt van morgen mijn gaan ze weer zeggen, ja, ik heb heel weinig geslapen, jongens. En, ja, waarschijnlijk omdat ik ook heel weinig slaap. Niet agressief doen, dus wel niet zo slaat het op. Morgen ga ik weer zeggen, hé, hey, ik ben weer moeder. Natuurlijk slaap ik weinig, maar ik heb wel heel veel spijt van mijn Mac. Het is 00:30. Natuurlijk slaap je weinig. Hij slaapt al vanaf 2 uur. Ik zag al die fit girls op Instagram. Ik zag Leo. Slaap. Dit 10 kilo geleden, 20 kilo geleden. Voor jou en voor mij. Deden we een soort van experiment. En toen zei, als er brand zou ontstaan in het huis en hij zou bijvoorbeeld nokkie zijn of flauwgevallen zijn, of ik hem zou kunnen optillen en naar buiten zou kunnen brengen. Snap je? Terwijl het is ook, met hoeveel kilo ben je? Je bent sowieso boven de 100. Toen zei ik, wedden dat ik je kan redden. Zo doe je dat. Maar ja, het is inmiddels 5 jaar geleden. Ik weet niet of ik nog steeds kan. Ja, maar kijk.
Vandaag even zoveel. Het is vandaag, wat is het nu? Vrijdag. En we hebben lekker thuis ontbijt. Yummy. Lekker. Ik ga niet voor. Ik eet. Ik moet wel heel lekker knuffelen. Je ruikt zo lekker, mam. Je hebt zulke grappige winkies. Ja, leuk hè, lieverd. Oh, wacht even aan het licht. Ach, we zijn terug van Sligro. En dit is altijd echt een hele lekkere pasta. En hebben we deze udon noedels altijd? Ja. Oh. En deze truffelsaus, volgens mij eerder laat zien, maar die is niet normaal. En deze broodjes zijn ook wel lekker hoor. Niet normaal. Die ronde hadden ze maar. Ja, ik vind deze echt. Is het goed? Niet normaal. Het is een pizza. Doe maar even een dipjes aan. Ja, wat is dit? Rib-eye? Oh, het is helemaal ingezoomd dit ongeluk. Links, rechts. En dan komt hij links. Trap. Links, rechts. Goed. Goed. Trap. Ja. Heerlijk. Laat boksen. Oké. Okay. Rib eye is dit, hè? Maar mensen worden nu echt boos, hè? Want zij willen een recept gewoon weten. Maar elke keer ben ik bezig op het moment dat jij dit maakt. Is dit zo snel? Niet boos worden, mensen. Perfect. Wow. Medium rare, denk ik, hè? Maar ik vind het vet niet zo heel lekker daar. Dit zijn eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En het is volvens mij echt wel 12:30. Wacht, ik kan het even checken. Oh, nog erger. Het is 12:45. En ik ben zo laat opgestaan vandaag. Want Romans liep door tot en met... Nou, het is het 11:30. En ik dacht dat ik eerder wakker zou zijn. Maar ik denk als je mij had laten slapen tot en met... dat ik zaterdag overslaap, dan had ik gewoon geslapen.
Dus het is wel even, ik heb wel lekker even slaap ingehaald van de hele week. Een beetje deze kamer aan het opruimen. En ik ga zo lekker even ontbijten. Ik heb vandaag niet veel bijzonders te doen. Behalve een campagnefoto. Moet ik even doen voor op Instagram. En voor de rest eigenlijk gewoon chillen. White noise staat nog aan. Zo lekker. Ik kan ook echt niet meer zonder slapen. Vooral die zeegeluiden, weet je wel. Nou ja, gisteren weer gekickboxd en ik voel dat zo in mijn buik. En je zou verwachten dat je het niet heel veel in je buik voelt. Maar omdat je eigenlijk een beetje de hele tijd zo staat. En ook omdat wij buikspieroefeningen van tevoren doen. Voel ik het echt in mijn buik. En ik had echt... En je hebt het kan zien... Nou ja, ik heb ook echt een dikke blauwe plek op mijn scheenbeen. Van het schoppen. Maar het gaat steeds beter. En ik word steeds meer echt moe. Ik had gisteren echt een tomaathoofd. Dus ja, dan neem ik aan dat ook het een en ander verbrandt. Ik moet alleen nog echt even op mijn eten letten. En dat vind ik wel... Dat vind ik lastig. Want ik zou denken... Ik ben eigenlijk helemaal geen moeilijke eter. Dus je zou denken... ik dacht misschien, oh, als ik een babytje heb, dan ga ik vast wel snel afvallen. Want één, ik ben iemand die vergeet te eten. Nou ja, met borstvoeding moet je wel opletten. Maar omdat je nu, nou, ten eerste omdat Ahmed vet lekker kookt. Maar ook omdat ik nu niet zoveel tijd heb om überhaupt iets voor mezelf te maken. En eigenlijk helemaal geen zin heb, geen focus heb, gewoon moe ben. Denk ik, in plaats van dat ik denk, nou laat ik een hummus avocado toast maken. Denk ik, ja prima, broodje hagelslag is ook goed. Weet je wel, omdat het gewoon snel is. Maar ja, uiteindelijk vreet je dan tussendoor nog even snel wat. Voordat de kleine weer wakker wordt. Weet je, dat soort dingen. Dus dat valt dan eigenlijk wel weer tegen. Maar ik hoop dat ik daar een beetje op kan letten. En dat ik tegen september, dan zou het 9 maanden eraf zijn. Januari bevalt en september 9 maanden eraf. Hoop ik dat ik op mijn oude gewicht ben. Stiekem hoop ik dat ik nog veel minder ben dan mijn oude gewicht. Maar ja, we'll see. En ik was gisteren ook aan het boksen en ik keek naar... mijn telefoon, omdat ik het in... Ik had wat opgenomen tijdens het kickboxen en ik keek naar mijn telefoon. En ik dacht echt, wow. Dit was zo niet normaal kaal aan de zijkanten. Ik weet dat het teruggroeit, maar ik dacht echt, echt niet normaal. Anyways, ik ga naar beneden, naar mijn jochie toe. Ik mis hem gewoon, hè. Ik heb 12 uur lang met hem geslapen. En dan gaan we denk ik even lekker naar buiten. Lekker burgerlijk, even naar de markt. Hi liefje. Hi jochie. Wij zitten dus op terras. En ik ben nog nooit zo tokkie geweest. Mijn hele broek is dus blijkbaar helemaal vies. Echt manlijk. Op terras zitten. Maar echt. De eerste keer terras is niet echt een... En jij hebt helemaal geknoeid. Oh. De tokkie schoon. Ons charisma hebben we verloren, schat. Het is klaar met ons. Jongens, wat een heerlijkheid. Wat een heerlijkheid. Wij gaan even naar de kringloop. Als die open is, maar ik denk het wel. En ik heb echt een haat-liefdeverhouding met kringloop. Want aan de ene kant denk ik altijd, gadver, het stinkt hier. En aan de andere kant denk ik, wauw, wat mooie spullen. En ik weet dat we onze salontafel hebben ook van de kringloop. Dat vind ik super mooi, maar die moeten we eigenlijk nog echt even schuren en lakken en doen. Huh? We? Ja, jij. Gezondheid, liefje. En dus ik ga gewoon even kijken voor in ons nieuwe huis, dat ik nog helemaal niet gekocht heb. Manifestation. Manifesting, ja inderdaad. En ik zag op Marktplaats ook echt super mooie dingen. Dus ik heb gewoon geboden, gewoon voor het geval dat we het jaartje verhuisd. In mijn hoofd ben ik verhuisd, dus ik leef er net toe. Dit is echt typisch Ahmed, zo lang treuzelen in de karwei. Echt gewoon, eigenlijk gewoon niks. Dus ik sta hier maar. Hoi. Toch halverwege gaat. Huh? Ik ga niet meer. Oh, oké. Gaan we? Ja. Heb je weer lopen klagen, meisje? Nee, helemaal niet. Nee? Ik zei, we zijn net in de karwei. Oh, oké. Wat is dit? Gezellig. Nee. Ik zal zo even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Maar onder andere dit kleedje vond ik zo niet normaal mooi. Maar goed, hij is dus best wel vies en hij is een klein beetje beschadigd daar, maar het was maar een tientje. En ik vond dit wel heel erg leuk voor de kamer van Roodje. En dit is After, hij ziet er echt uit als nieuw. Echt een leuk tapijtje voor in zijn kamer. Ik was vloggen en Instagram werd gelukt. Tapijtreiniger. Tapijtreiniger, nieuwe job.
En deze heb ik ook gescoord. Ik vind deze zo mooi. Deze was 27,5. Echt heel mooi om er echt een mooie plant in te doen. Of gewoon mooie takken. En deze. Ik vind de kleur te Tipex-achtig. Maar ik dacht, deze ga ik gewoon zelf verven. En ik vond hem echt heel mooi als of als vaas met wel mooie takken erin. Of als een lamp, zeg maar. Hier nog een lamp in een mooie kap eroverheen. En deze. Ik ga het neer kan leggen. Deze vorm vond ik ook echt heel. Agbetsfonds is een. Wat is dit ook alweer? Hegschaar. Ja. Ik denk niet dat mijn volgers dit heel interessant vinden, maar een hegschaar. Maar het is wel goed, ja. Want nieuw is die. 110 euro. Nieuw 110 en je hebt er voor 15. A bargain. Ik ben hier wel even benieuwd naar, maar ik vind dit dus. Allerlekste supermarkt mayo die er is. Veel beter dan Calvé of wat dan ook. Maar ik ben wel benieuwd of jullie het daarmee eens zijn. Let me know. Guess what's on the menu today? Salade, standaard. Volgens mij heb ik het gisteren ingezakt gegeten. Frietjes. Wel van de snackbar. En diamanthaas. Mensen denken dat dit bloed is, hè? Ik kom dus net uit de douche en ik heb mezelf helemaal ingeolied met dit. Dit is zo fijn, deze heb ik gekregen van Manon. Toen ze op kraambezoek kwam. En echt vet fijne body oil. Zoals ik al zei, ik heb mezelf helemaal ingeolied. Echt zo fijn. Elke keer denk ik, ga al mijn haar nu uit de doucheput pakken zonder er te veel over na te denken. En dan pak ik echt zo een mega pluk. En toch denk ik, oh, wanneer houdt het op? Het is echt niet normaal. Ik hoef maar één keer door mijn haar te gaan. Er komt wel pluk uit. En ja, ik begin aan de zijkant. Echt. Oké dan. Dit is toch niet normaal. Ik vraag me af wanneer het stopt. En wanneer het weer teruggroeit. Want ik denk, hallo. Hou ik nog wel haar over of wat? Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ja, nu ben je lekker mama helemaal verrot aan het schoppen. Je bent een sterke jongen, jij. Oh. Nou ja. Ja, wat wil je vertellen? Ik heb eindelijk iets ontbijt gemaakt voor de verandering. Een granola bowl met fruit dat we gewoon thuis hadden. Peer, banaan en kiwi, chiazaad. En granola van Romy's Kitchen van Volendam. Met kokosjoghurt en een beetje honing. En voor jou nog kaneel erbij. Ik had ook nog een heel leuk pakketje van Sisley gekregen. Ik weet dat ik hier vorig jaar product van had. Vond ik echt niet normaal goed. Blow dry brush. Ik weet niet of dat ze dat hadden. Echt een heel leuk zomers tasje vind ik dit. Ik zou hem zo dragen. Echt heel leuk. En dit zie ik nu pas. Kijk hoe leuk dit is. Heel erg leuk. Ik heb ook nooit zo'n vindborstel gehad. Heel benieuwd naar ook. Dit is nu pas die kaart. Echt is voor mij het achteraf te lezen. Nou, ik heb inmiddels even snel mijn haar gedaan met de Dyson Coral. Coral. Ik weet niet hoe je dat moet uitspreken. Maar ik ben zelf geen fan van überhaupt stijlen. Zeg maar mijn haarstijl. Ik vind dat je echt heel gezond haar moet hebben. Wil je zeg maar mooi gesteld haar hebben met de stijltang. En anders moet je het gewoon niet doen, vind ik dan. Nou, dat heb ik dus niet. Dus ik vind het wel mooi om het te krullen. En je krijgt ook een soort van. Ja, ik kan het niet zo goed laten zien. Maar je krijgt er een soort van glans. Je krijgt een soort van glans doorheen. Wat ik niet met andere stijltangen krijg. Dus dat vind ik wel echt een pluspunt. Ga jij mensen vertellen hoe jij in die blauwe ogen komt? De opa en oma. Denk ik, hè? Ja. Wow. Nou, mijn opa en oma. Niet jouw opa en oma. Oké, jongens. Nou, ik ben onderweg naar de zonnebank. Ik heb nog maar 5 minuten, maar dat lukt denk ik wel. Nou, neem vooral je tijd. Echt. Ik kan er echt niet tegen, joh. Ik ben echt heel geduldig met het verkeer niet. Ik ga onder de zonnebank. Ik heb het gevoel, ik zei tegen mijn zusje was 2 keer onder geweest. En zij is echt mega bruin. En ik zei tegen haar, ik word gewoon niet echt bruin.
terwijl ik vroeger echt supersnel bruin werd. Of ik was misschien zo wit dat het echt eeuwen duurt voordat ik voordat je een beetje een kleurtje ziet. En nou hoef ik ook niet superbruin te zijn, maar wel, ik denk nog 2-3 keer en dan is het klaar. En dan hoop ik dat ze een beetje lekker weer hier is, want ik had een weekendje weggeboekt. Superleuk, echt dicht bij het strand. Maar ik denk dat ik dat moet gaan verzetten als het kan. Ik hoop dat het kan en mag. Want anders zou ik het wel heel zonde vinden. Dan heb je alleen maar regen. Tenminste, er is alleen maar regen voorspeld. Maar ja, zoals vandaag kijk je naar het weer. Supermooi weer. Gisteren was het mooi weer, was ook regen voorspeld. So, I don't get it. You know what I mean? Mijn zusje en mijn moeder zijn net even langs geweest. En deze jongen slaapt al de hele dag niet. Hij weigert gewoon om te slapen. En ik weet dat het hoort bij zijn 4 maanden sprongetje, zeg maar. Lief jochie, toch? Ik heb het gewoon geaccepteerd en ik ga gewoon een serie kijken. Ik heb eigenlijk alle series al gekeken, heb ik het idee, op Netflix. Maar de laatste tijd, ik weet niet of het mommy brain is. Of dat jullie het herkennen als moeder zijnde. Maar ik heb echt, als ik Netflix kijk, überhaupt iets kijk, wil ik gewoon helemaal niet veel over nadenken. Dus geen complexe dingen. Vroeger vond ik dat geweldig. Echt complexe dingen. En weet ik veel, ook zware dingen. Murder stories, weet je wel, stalken. Gewoon van die enge dingen. Maar ik kan het gewoon allemaal niet meer aan. Ik wil gewoon naar iets heel doms kijken. Waar ik gewoon helemaal niet over hoef na te denken. Ik keek gewoon echt, ik weet nog, toen ik zwanger was, had ik zo geen zin in nadenken. Dat ik echt keek naar van die goedkope, cheap, trashy reality dingen. Terwijl ik daar helemaal niet van ben. Maar dat was zo fijn. Om naar zulke oppervlakkige dingen te kijken. Om er helemaal niet over hoeven na te denken. En Ginny en Georgie heb ik gekeken. Vond ik ook heel leuk. Vond ik echt een hele mooie vrouw. En nu, waar kijk ik ook alweer naar achtervoor? En nu ben ik begonnen met The Bold Type. The Bold Type. En net begonnen, dus ik weet het nog niet. Het is inmiddels middernacht. En we lopen nog steeds rondjes. In de draagzak, in de hoop dat deze jongen een keer gaat slapen. Maar waarschijnlijk heeft hij straks weer honger. En dan mag ik dit weer opnieuw gaan doen. Nou, dat is ook een vorm van afvallen, hè. Alles is interessant. Oh mijn god, hij slaapt eindelijk. Volgens mij is het echt al 1 uur of zo. Ik denk dat hij straks alweer wakker wordt omdat hij honger krijgt. Maar goed, ja, ik heb echt geen idee wat voor vlog dit geworden is, jongens. Dat zie ik wel bij het editen. Ik hoop dat het nog een beetje leuk is om naar te kijken. Ik moet wel zeggen dat ik jullie reacties lees en nu al vind dat ik echt hele lieve, lieve, lieve kijkers heb. Heel positief en heel, ja, gewoon heel lief. En ja. Ik zie je volgende week weer. Doei.